We gaan eerst eventjes bekendmaken wie de rank heeft gewonnen. De rank is gewonnen door... Hallo kijkers van Gas Games, hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we weer op Pixmon. Mensen, dit is natuurlijk de 15e aflevering. Dus dat betekent dat er weer een rankje uitgaat. En dat er weer twee nieuwe types in het leven geroepen worden. In ieder geval, we gaan eerst eventjes bekendmaken wie de rank heeft gewonnen. De rank is gewonnen door Hotdog Hond en dat is Demi. Die zegt, ik wil graag meedoen aan de giveaway. Het woord is D-L-V-H-E-I-Z en dat klopt helemaal. En het is denk ik wel leuk als je Fire and Dark doet. Over Fire and Dark gesproken, ik zat door de reacties heen te kijken. En er waren echt een heleboel mensen die zeiden van... Ja, Dylan, ga Fire Dark. En ik zag het een paar keer zo achter elkaar staan. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon Fire Dark. Het klinkt ook leuk. Ik bedoel, er zijn ook genoeg Flying Types die we daarin kunnen vinden. Tenminste, genoeg weet ik niet. Maar ik weet sowieso dat Charmander, Charizard, zeg maar, dat zou sowieso kunnen. Als eventueel een Flying Type. In ieder geval... Ook gingen we zeg maar de mensen op de Pokémon zetten. En ja, in ieder geval verder de reactie van Demi zegt nog... Ik wil heel graag de rank winnen, want ik speel redelijk vaak op de server en ik vind het heel leuk. Wel is het zo dat ik makkelijk doodga en dan zijn kids heel handig. Ja, nou dat klopt inderdaad. In ieder geval, nou jij hebt dus de rank gewonnen, gefeliciteerd. Ja, voor de rest zou ik natuurlijk de mensen op de Pokémon gaan zetten. Nou ga ik eens even kijken wat er allemaal gereageerd is. Ik ga eerst eens even kijken voor de Gyarados. Want ja, de Gyarados is toch wel degene... Even kijken, deze heet Dat Ene Kanaal. Dylan, ik gun je wel water en potion, zegt hij. Helaas, het is al Fire and Dark. Maar hij wil op de Gyarados. Even kijken, ja, hij heeft er geen naam bij gedaan. Maar dan doen we gewoon, ja, dit zo Dat Ene Kanaal. Zo, hoppakee. Helemaal prima. Dan, oh, het past net niet helemaal op. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Rename. Even kijken, dan hebben we die gedaan. Dan gaan we even kijken voor Driftblim. Oh, even kijken. Voor Driftblim zei ik. Driftblim. Even kijken. Ja, Driftblim is zeker ook iemand voor. Hij zegt types fire en normal. Nou ja, daar ga je alweer fire. En even kijken, de naam is Colin. Hoppakee. En dan hebben we Fero. Even kijken, zijn er veel mensen voor Fero? Fero. Even kijken. Dan zijn we van... Even kijken, hier zo. Deze zei Psychic Elektriciteit. Ja, zou ook leuk zijn geweest. Maar ik ben blij dat ik toch voor deze heb gekozen. Of nou ja, dat jullie eigenlijk voor deze hebben gekozen. Maar ja, ik heb gewoon gekeken wat er het meeste in stond. Even snel eroverheen. Oh, wauw, moet ik hem niet weer Vero noemen. Even kijken, Jasper. Hoppakee, Jasper T doe ik even. TH, zo. Jij staat op de Vero. Dan hebben we de Croconaw. Even kijken, is er iemand voor de Croconaw? Er is één iemand voor de Croconaw. Nee, nee, ik zoek op iemand, maar ik krijg helemaal geen... Nou ja, dan houden we die lekker voor de volgende keer. Dan hebben we Lapras. Lapras, even kijken. Naam Marnix. Hij zei ook weer Fire... Psychic Fire. Oké, ja, ook weer Fire. Even kijken, zo. Oh, nee, doe ik Marnie. Ik moet Marnix. Zo, hoppakee. Ja, dat waren dan... Oh nee, wacht, de Ludicolo hebben we nog. Rustig, Dylan, rustig. We moeten de Ludicolo nog doen. Even kijken, Ludicolo. Even kijken. Dylan, mag ik op de Ludicolo? Naam is Emre. Zeker mag jij dat. Even kijken, Emre. Hoppakee. Zo. Dan hebben we nu nog de andere types natuurlijk. We gaan deze weer eventjes netjes hier neerzetten. Zo, zo, zo en zo. Dan hebben we natuurlijk deze nog. Even kijken, die moet daar... Deze... Hop, hop, en deze, en deze, en deze. Zo, ja, we hebben hier natuurlijk nu nog weer Pokémon. En we gaan even kijken of mensen zo slim zijn geweest om daarop te reageren. We beginnen met de Pupitar. Pupitar, jawel, ik heet Loretto en Fire Ground. Oké, weer Fire, zie je wel. En Dark stond er zo vaak tussen, dus ja, een combinatie van. Even kijken, Loretto... Hoppakee, jij staat op deze Pokémon. Dan hebben we natuurlijk de Cacturn. Ik ben benieuwd. Cacturn, helemaal niemand. Niemand wil gewoon op de Cacturn. Oké, dan gaan we voor Geodude. Mensen, jullie moeten trouwens wel even nagaan dat dit rond een uurtje of 7 is opgenomen. Want ik zit me net te bedenken, misschien dat jij daarna nog hebt gereageerd. En dat jij dan de volgende dag kijkt. En dat je ziet van, hey, mijn naam is niet op een Pokémon gekomen, maar ik heb er wel op gereageerd.
Klopt, maar ik heb, moest het nu wel opnemen. Want anders ja, kon het morgen niet op tijd online staan. En ja, dat is... Ja, in ieder geval dat dus. Geodude is ook helemaal niemand voor. Ja, ik denk toch dat mensen meer hebben gedacht dat ze voor deze serie moesten kiezen. Voor deze 7 afleveringen. Maar ja, blijkt toch dat mensen helemaal niet hebben gereageerd op deze Pokémon. En ja, dat is misschien wel zonde, want ja, ik denk ook dat weinig mensen er echt rekening mee hebben gehouden. In ieder geval, er zijn al deze Pokémon's, behalve dan de Pupitar, zijn ook nog voor de volgende keer dan. Ja, het zijn er toch weer gewoon een heel elftal zowat vol. Ik begin normaal met de Ditto, maar we hebben natuurlijk gezegd dat ik 2 Pokémon maximaal mag kiezen om mee te beginnen. Laat nou deze Dark Leaf zijn en deze... Oh, deze niet. Ah, oh, nee. Dan kan ik dus met alleen Cacturn beginnen, denk ik. Even kijken, is deze dark? Nee. Deze... Nee, ook niet. Nee, dan kan ik dus alleen met Cacturn beginnen. Nou ja, vind ik niet erg op zich. Cacturn is toch een Pokémon die we graag wouden. Plus dat we nu... Ja, we hebben wel een Cacturn. We hebben zat Pokéballen. We weten waar we types kunnen vinden die we nodig hebben. Ik denk dat het eigenlijk het verstandigste is om eerst naar de bergen toe te gaan. Want gezien we Fire Pokémon moeten hebben... Ja, de Desert is ook wel nice. Misschien dat we de evaluatie van die nieuwe starter kunnen gaan vinden. Het enige vervelende wat we nu hebben is dat we niet kunnen vliegen. Ja, daar moeten we dus eerst weer verwachten. We hebben in ieder geval geen Ditto waar we het mee moeten doen dit keer. We hebben wel een Cacturn. Ja, meer Pokémon kon ik niet pakken. Ik dacht dat eigenlijk Pupitar al Dark zou zijn. Maar Pupitar is natuurlijk pas Dark wanneer die een Tyranitar wordt. En ja, dat is een beetje kloten natuurlijk. Ja, wat we dan gaan zoeken is denk ik de bergen. Even kijken. Dat, we hebben natuurlijk waypoints. Hoppakee, we kunnen naar de bergen toe in één keer. En dan is het hier eigenlijk kijken of we misschien een Charizard kunnen vinden. In de tussentijd kan ik een beetje mijn Cacturn of een Charizard. Ik heb eigenlijk liever een Charmander aan het begin. Maar dat zien we nog wel. Even kijken. Wanneer spawnt Charmander eigenlijk? Dat is ook nog de vraag. Ik ga eens even kijken. Charmander, Char... Charmander Pixelmon. Want ik ben toch wel benieuwd wanneer die nou precies spawnt. Dus even kijken, hij spant. Oh, het moet dag zijn. Ah, maar dat bed, dat werkt ook niet. Wacht even, we gaan eerst naar huis. Om het dan heel even legit te doen. Dan ga ik op mijn bed staan. Dan doe ik time set 0. En dan ga ik weer terug naar de bergen. Dan heb ik als het ware op mijn bed geslapen, mensen. Even om het heel eerlijk te houden. Want ja, ik kan natuurlijk niet slapen omdat die gekke bedglitch aan de hand is op 1.10. Of tenminste op de nieuwe Pixelmon versie, want daarvoor was het naar mijn weten nog niet. In ieder geval, het is nu licht. Charmander kan spawnen. We hopen natuurlijk op een of andere Fire Pokémon in ieder geval. Er zijn nog meer starters die hier spawnen. Maar ja, ik ga dan toch voor Charmander het liefste, want die kan uiteindelijk wel vliegen en de rest niet. En zo zijn er nog wel meer Pokémon, denk ik, die we moeten vinden die misschien een Noctowl voor het vliegen. Volgens mij is Noctowl Dark. Maar ja, als we een Charmander kunnen vinden, dan is een Charmander natuurlijk veel beter als een Noctowl. Ja, het is een beetje lastig. We moeten een Charmander in deze biome vinden. Terwijl er spawnt nog zoveel andere zooi. Wat zie ik daar? Ik zie daar een Spinda. Nee, dat is ook niks wat we moeten hebben. Een Slowpoke. Nee. Ja, en ik kan ook niet over het gebied heen gaan vliegen, want ja, ik heb geen Fly. Dit is best lastig, though. Om nu... Hey, ik zie hier wel weer een Thunderstone Shard die we eventueel de volgende keer kunnen gebruiken als we iets met Thunder hebben. Of met Electric, natuurlijk. Ik ga even de berg helemaal opklimmen. Dan ga ik even rond me heen kijken of ik misschien wat... Of een Charmander of zo zie. Dat zou natuurlijk een stukje makkelijker zijn als dat ik helemaal beneden ben en rond moet lopen. Maar zover ik kan zien, heb ik hier geen Charmander. Ja, Fire and Dark. Het is toch wel lastig op zich. Ik weet wel een Dark Pokémon die we sowieso kunnen vangen. Dat is natuurlijk een Sableye. Maar ja, dat is ook weer zo standaard. Oeh, een half hartje. Oké, dat deden we mooi. Ja, we zitten hier nu wel... Maar wat voor Pokémon kan hier nog meer spawnen die Dark is? Tyranitar kan. Of Fire.
Cyndaquil spant hier. Volgens mij Monferno spant hier. Alleen, ik heb er letterlijk nog geen één van gezien. Ik zie daar wel een trainer. Ja, welk level is die trainer? Misschien dat we... Hey, ik zie daar een fire. Ik zie daar een staartje. En ik zie daar nog een Pokémon volgens mij. Zijn dat nou... Wat is dit? Oké, dit is een Chimchar. Een Chimchar. Die gaat sowieso dood als ik een aanval op hem doe nu. Maar is wel een hele leuke Pokémon voor in mijn team. Want het is uiteindelijk een fighting... Fire. Ik ga gewoon ultraballen gooien. We gaan zien of we hem kunnen vangen. Het is natuurlijk heel lastig. Het blijft een starter Pokémon. Ja, kijk, dit had ik al verwacht. Misschien is het beter om Great Balls te gooien. Daar heb ik er wat meer van. Zijn wat sneller te maken. Kom op. Oh, hij was zo close. Oké, ja, ik heb ook niet iets wat hem in slaap brengt op dit moment. En het ergste is nog, mijn Pokémon is weak voor hem ook nog. Ja, ik heb inderdaad een gras-Pokémon in een dark team. Thanks to the... Ja, Cacnea. What the fuck. Ik ben blij dat ik die aan het begin heb gevangen. Dat ik die nu weer mag gebruiken. Dat maakt het toch wel heel makkelijk voor mij om een beetje een begin te maken. Om een beetje een goede... Oh. Een Pidgey Legendary. En toch ben ik bang voor hem. Lead Sheet. Faint Attack, Absorb, Faint Attack, denk ik. Oké, kom op. Kan ik nog een aanval van hem overleven? Nee, shit. Een Lead Sheet gaat natuurlijk nu niet door. Ja, dit is jammer. Ik had even verwacht dat ik hier een Pidgey kon gaan aanvallen op dit niveau. Ja, helaas genoeg niet. Hey, waarom laat ik me naar... Ja, ik wil naar mijn huis teleporteren. Oké, we hebben in ieder geval een Chimchar. We hebben dus één Fire Pokémon erbij. En ja, naar mijn mening best wel een chille Fire Pokémon. Ja, nou is het alleen zo dat ik... Wat vliegt daar nou weer? Oh, een Skiploom. Ik dacht al, wat vliegt daar nou? Ja, naar mijn mening is het op zich wel een chille Pokémon. En ik denk dat het volgende... Oeh, een Magmar... Ja, Magmar, dan ga ik weer zo overhaast keuzes nemen. Nou, Magmar, nee. We gaan geen Magmar doen. Absoluut niet dit keer. Ik denk dat ik even naar de Savannah loop. Om gauw een Growlithe mee te nemen. Of, ja. Ah, is lastig, mensen. Growlithe is wel lijp natuurlijk. Maar je moet er wel weer een Firestone voor gaan collecten. Wat betekent dat we uiteindelijk ook weer moeten gaan... Oh, Dylan. Recht zo die raad. Ik zie daar zo'n starter waar ik het over had. Recht zo die haat. Ik wil die hebben. Ik zal en moet deze hebben. Even kijken. Welk level ben je? 41. Dit wordt lastig. Lead Sheet. Hij gaat nu langzaamaan dood. Payback, kan ik dat nog op hem doen? Shit. Denk ik. Ja. Oké, dat zag ik niet aankomen. Blijkbaar is het dus een Fire Psychic. Ja, mensen, neem het me niet kwalijk. Ik ben helemaal nog niet bekend bij die Pokémon. Maar, wauw, dat wist ik even niet. Ik deed één Dark aanval op hem en hij was praktisch gezien gone met een veel lagere Pokémon. Wat aan de andere kant wel weer chill is, want daar krijg ik XP van. Maar aan de andere kant best wel... kloten, want die Pokémon wou ik best wel graag hebben, wat dat betreft. Ja, we lopen dus nog maar verder door de desert heen. Misschien dat we ook nog een andere start tegenkomen, of een Larvesta. Dat zou natuurlijk ook super lijp zijn. Ja, in de bergen spawn natuurlijk Charmander, maar ja, op dit moment heb ik natuurlijk al een Chimchar. Het is even moeilijk. Laat ook even weten trouwens in de reacties, mensen, wat jullie denken dat een goede keuze is om nu als Fire Pokémon te gaan vangen. Want, of als Dark Pokémon. Laat even jullie mening achter. Misschien kan ik daaruit al wel ophalen wat bijvoorbeeld een leuke Pokémon of een leuke toevoeging voor het team zou zijn. Want ja, eenmaal vol is natuurlijk vol. Ja, Ho-Oh wordt niet haalbaar, zeg maar, want... Eer dat ik een keer zo'n biome heb gevonden. Ja. En Moltres ook niet haalbaar. Dan zou ik eerst een orb moeten gaan vinden. En met die orb moet ik vervolgens ook nog 375 kills gaan maken. En moet ik daarna nog eens een in de shrine gaan activeren en hem vangen. Onmogelijk, nu nog. Even kijken.
Ik zie helaas die ene Pokémon niet meer. En het gekke is dat ik tot nu toe, dat ik hem ben tegengekomen, alleen nog maar zijn laatste evaluatie heb gezien. Misschien is dat on purpose, maar het lijkt me toch niet dat alleen zijn laatste evaluatie hier spant. Ja, misschien ook weer wel, maar ja, het zou gek zijn. In ieder geval, komen we nog iets tegen, anders ga ik nog heel even bij de bergen kijken. Ik was eigenlijk op zoek naar nog zo'n gekke Pokémon, maar het zit er helaas nog niet in. Klim even een stukje omhoog om rond te kijken. Tot nu toe hier nog helemaal niks. Misschien aan de achterkant. Stomme Ductrio, ga eens weg. Ik zie wel een... Wat is dat? Is dat een... Dat is een Deadbush. Nou, daar heb ik niet zoveel aan. Daar is een Flygon. Nou, het ziet er nou uit dat we nog even bij de bergen moeten gaan kijken. Want ik zie Magmarsh en dat soort dingen zie ik allemaal wel. Maar die gekke evaluatie van die nieuwe generatie starters zie ik helaas niet. Mensen, we gaan nog even naar de bergen toe. Even kijken of we daar dan misschien een Charizard, een Charmeleon, een Charmander. In ieder geval één van die drie kunnen vinden en eventueel weten te vangen. Het makkelijkste is dat je een staartje kan zien waar vuur zit. Terwijl we hier wel gekke Pokémon ook weer zien hoor. We zien hier een hoe heet die? Een Hitmonlee. Ik weet het echt niet. We moeten een Charizard hebben. Of een Charmeleon. Of een Charmander. Er zijn ook niet speciale stukken in de berg of zo waar die spant. Dus daar kan ik het niet naar kijken. Even kijken wat ik wel hier zie. Is weer zo'n een Thunderstone. Even kijken, hier is nog een Thunderstone. Ja, ik neem het gewoon maar mee hoor. Want ja, voor hetzelfde geld heb je straks een Thunderstone nodig en dan heb je er weer geen één. Ik ga even hier nog kijken aan de andere kant van deze bergen. En dan misschien is het wel goed om dan maar de aflevering te stoppen. En dat we dan maar eerst eens gaan afwachten wat jullie voor tips geven. Want ja, het is op zich best lastig, moet ik zeggen. Een goed team verzinnen. Kijk, vorige keer heb ik natuurlijk... heel snel een team in elkaar gedrukt. De keer daarvoor ook. Want ik had binnen no time had ik een vol team. Ja, nou, met de vorige was het iets minder. Ik wou natuurlijk specifiek op zoek naar een Lapras. Alleen daar gaat zoveel tijd in zitten. En omdat ik nog geen vliegpokémon heb, is het helemaal lastig natuurlijk om nu veel tijd in één Pokémon te gaan stoppen. Omdat je eigenlijk continu aan het lopen bent. Ik zie ook voor de rest niks. Ik zie, wat loopt daar? Dat is een Spinda. Nou, daar hebben we helemaal niks aan. Misschien deze kant nog op. En anders is het mooi geweest, mensen. Even kijken. Nee, hier zie ik ook geen Charizard of Charmeleon. Ik zie ook geen vlammetje ergens op de grond staan van dat hij iets verder gespand is. Nee. We hebben in ieder geval deze aflevering wel een Chimchar weten te vangen. Daar ben ik in ieder geval heel blij mee. En we kunnen natuurlijk door met onze Cacturn. Mensen, ik wil jullie in ieder geval allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Pixelmon. Vonden jullie het weer leuk? Doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet de letter op te schrijven. Vergeet niet even te abonneren. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende video. Later.